hele grote emotionele waarde vanaf kinds af aan. Mijn ouders hebben ook heel veel in de kerk gedaan. Ik ben hier eigenlijk opgegroeid. Ik ben al gedoopt. En laatst is zelfs mijn kleindochter hier gedoopt. Groot feest bij de Heilige Hartkerk in Vught aanstaande zondag. Er wordt gevierd dat 100 jaar geleden de eerste steen van de kerk werd gelegd. Nou ja, het is in elk geval, er is één eucharistievieren. Normaal gesproken zijn er op zondagmorgen twee eucharistievieringen. Er wordt morgen met vrijwilligers ook van onze kerk, wordt die verder ingericht. Dus alle stoelen en tafels en alles wordt klaargezet en gezellig gemaakt. En er komen een paar kleine pagodententen bij en daar komen dan de foodtrucks in. Alle koren van de parochie, van deze kerk, die zingen. Dus het zal heel feestelijk worden. De beide Vughtse gildes, Catharina, Barbara, Sebastiaan, die zijn aanwezig. Die zullen hier in de kerk een plaats hebben en die geven na afloop van de mis een gildegroet op het kerkplein. En daarna groot feest in de tent die opgebouwd wordt en waar iedereen uitgenodigd is om voor een hapje en een drankje. Een speciale zondag, ja, 100 jaar bestaan, dus we mochten extra uitpakken. Dat is toch wel iets unieks, 100 jaar bestaan van een kerk en tegenwoordig in deze tijd helemaal. Er worden heel veel kerken gesloten. Kunt u Vught voorstellen zonder deze kerk? Nee, ik niet. Het is echt van, dit hoort bij mijn leven. Mijn ouders zijn hier ook begraven. Dus nu is het helemaal een stukje herinnering. Ik ben hier getrouwd. Dit hoort bij mijn leven. Dus ik kan het ook niet voorstellen dat dit er niet meer zou zijn. Toch is het door de jaren heen bij de kerk best wat veranderd. Dat weten veel mensen niet, dat deze toren, want hij lijkt zo in één keer zo gebouwd te zijn. Maar de toren en deze deuren, het hele voorportaal, dat is in 1954 er tegen aangezet. Nou, de gemeenschap die is altijd een hechte gemeenschap. De parochie is wel veel groter geworden. En vroeger kwam ik dus iedere dag of iedere week in de kerk en dat is bij mij ook niet meer zo. Heeft u er zin in zondag? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Er wordt een geweldig feest. En er komen veel mensen naartoe. Ik heb al van veel kanten gehoord van, ik zal er zeker bij zijn. Ook van oud-parochianen, van mensen. Ik had vanmorgen nog iemand aan de telefoon, die woont helemaal elders in het land. En die zei, nou, ik kijk wel, maar ik denk dat ik probeer om erbij te zijn. Ik woon niet meer hier in de buurt, dus ik moet van een eindje verder komen. Maar ik heb nog wel steeds een warme band met de kerk. En nou, als de zon zo blijft schijnen en de mensen blijven gezellig om elkaar te ontmoeten, dan kan het niet stuk.